Welkom bij het elfde zintuig met Gunter Schepers en Herman Brusselmans. Twee beloftevolle jonge mensen die nog een bloeiende carrière voor zich hebben. Maar eerst speeldag 20 en 21. Herman, voor het eerst dit seizoen heb ik eens meer dan de helft gehaald, namelijk 3 op 5. Dus ja, ik kan tevreden zijn over mijn pronostieken. Absoluut, ik 0 op 5. 0. Maar, en er volgt altijd een maar in het leven, ik had er 3 kunnen hebben. En Gunther zegt dan, had. Had mijn tante wielkens gehad, hè? Ze was een autobus. Daarin heeft hij gelijk. Voilà, dus had, dat telt niet. Had mijn onkel dan op mijn tante gezeten, wat was hij dan? Een buschauffeur. Ik heb een gat. Ik zit erop. Ik zit op mijn gemak. 3-0. Judo. De sloef van de week. Want ja, ook in deze barre dagen gaan wij zoals steeds op zoek naar een sloef van de week. En of je het gelooft of niet, we komen deze week uit bij Hans Gallier. Interimtrainer van Moes Kroen. En dan haal je resultaten. En dan opeens sta je zonder spelers. Dan is dat zielig. Eigenlijk hadden we hem niet de sloef van de week moeten noemen in dit geval, maar de sukkel van de week. Ze laten zowel hem, de club, de supporters, iedereen in de steek. Dus ik denk dat het doek voor Moes Kroen zeker zal vallen. Hè, nu. Dus, pas op, hij zal waarschijnlijk de spelers niet kwalijk nemen. Hè. Dus je wordt niet betaald. Je neemt risico om geblesseerd te geraken. Ja, het is wikken en wegen, maar als je met de club begaan bent, dan had je moeten spelen. Een prachtige uitleg van Gunther, maar dat sluit niet uit dat de sloef van de week is en blijft de goede oude Hans Gallier. Ondanks de onvolledige speeldag zijn er 2 winnaars die elk een reis voor 2 personen hebben gewonnen naar het skioord Valmoral. En wie zijn de gelukkigen, Gunther? Dus de kapitein van deze week is Johan de Wachter, automatisch prijs gewonnen. En dan de tweede winnaar is Kim van Muzieke. Proficiat. Zet hem op, Kim. Aangezien we een Engelse week voor de boeg hebben, komen hier de pronostieken voor speeldag 20 en 21. Pronostieken voor speeldag 20. Standaar Lokeren. Standaar wint. Standaar wint. Club Brugge, Cercle Brugge. Club wint. Club wint. GBA, Genk. Gelijkspel. Gelijkspel. Charleroi, Roeselare. Charleroi wint. Charleroi wint. Moes Kroen, Kortrijk. Kortrijk wint. Kortrijk wint. Sint-Truiden, Mechelen. Mechelen wint. Mechelen wint. Gent, Anderlecht, gelijkspel. Gelijkspel. Zulte Waregem, Westerlo. Zulte Waregem wint. Zulte Waregem wint. Gunther, een unicum in onze geschiedenis. Onafhankelijk van elkaar hebben we gepronosticeerd. En we komen uit op telkenmale dezelfde pronostiek. Dus geen verschil. Er blijft gewoon 11 punten voor. Dus een speeldag dichter bij de overwinning. Dus na de speeldag des doods van vorige week hebben we nu een maat voor niks. Ja, inderdaad. Dus gaan we over naar speeldag 21. Genk, Sint-Truiden. Genk wint. Genk wint. Cercle Brugge, Standaar. Standaar wint. Standaar wint. Kortrijk, Club Brugge. Club Brugge wint. Club Brugge wint. Westerlo, Moes Kroen. Westerlo wint. Westerlo wint. Lokeren, Beerschot. Gelijkspel. Lokeren wint. Roeselare, Gent. Gent wint. Gent wint. Anderlecht, Zulte Waregem. Anderlecht wint. Anderlecht wint. Mechelen, Charleroi, gelijkspel. Mechelen wint. Ook hier, Gunther, ontlopen we elkaar niet veel. 2 verschillende. Zijn de Lokeren, GBA, ga ik voor een gelijkspel. Herman voor een thuisoverwinning. Misschien een beetje riskant. Lokeren staat de laatste in het geval Moes Kroen wegvalt. Dat is een ramp voor hen. En onder druk presteren is niet zo evident. Dus ik denk dat ze met een gelijkspel tegen GBA al tevreden zou zijn. Waarom zal Loker niet winnen tegen GBA? Waarom? Oh, zeg me waarom. En dan hebben we KV Mechelen, Charleroi, dezelfde situatie. Gunther geeft een gelijkspel. Ik geef een 1. Ja, omdat ik vind dat Charleroi met constant een nieuwe trainer niet zo slecht speelt. En Mechelen
prachtige streek. Bloeit als nooit tevoren, Charleroi, Wallonië, het diepe zuiden. De grauwheid van alles, de spelers die met roet op hun gezicht lopen van de uitlaatgassen van de vieze fabrieken. Dus ik kies voor het mooie, het pure, het prachtige, het Mechelse. Dus wat de feestdagen betreft, als we het op voetbalgebied bekijken, dan zit ik op Prozen. Ja. Ik zie bijna Herman die nu verschuiven, hè. Dus die kalkoen, bedoel, ja, is het dode opgeschreven. Dus kerst, nieuwjaar, laat mij gerust. Hell, it's Christmas. Van de week waren er vele voetbalwijsheden. De ene zegt alles moest afgelast worden, de andere zegt alle ploegen moeten terreinverwarming hebben. De volgende zegt het is de schuld van de kalendercommissie. Nog iemand zegt kust allemaal mijn kloten. En ik denk dan altijd aan de wijsheid van mijn grootvader die ooit zei tegen mij: soms, jongen, sneeuwt het in december. En daar heb ik altijd rekening mee gehouden, in tegenstelling tot vele andere idioten. Aangezien we een Engelse week voor de boek hebben, komen hier de pronostiek... Oh, fuck. Nee. De speler...